In deze video wil ik je laten zien hoe uh, kwaadwillenden door middel van iframes misbruik kunnen maken van uh, bezoekers van jouw website. En ik gebruik uh, als voorbeeld even mijn testwebsite muziektools.nl. Nou hier zie je mijn website muziektools.nl en hier zie je een demo websiteje van mij. En dit is exact dezelfde site als muziektools.nl. Alleen dit is uh, een andere website en ik heb in een iframe de website muziektools.nl geladen. En je ziet op het eerste oog helemaal geen verschil. Nou, stel je voor dat ik als domeinnaam muziek-tools.nl zou claimen en ik zou daar deze website op plaatsen. Dan is het eigenlijk gewoon een complete kopie van mijn Muziektools website. En dit is dus een, een iframe wat je ziet, alleen je ziet dus helemaal geen verschil tussen mijn originele site en mijn nagemaakte site. Als je naar de HTML-code van deze namaak-site kijkt. En die vind je hier. Uh, dan zie je dat ik, dat ik hier een iframe laat, en als bron van het iframe gebruik ik mijn website muziektools.nl. Precies wat je hier ziet. Nou, nu zijn er een aantal zaken op de Muziektools website die je aan kunt klikken. Bijvoorbeeld het logo Muziektools. Als je dat aanklikt, dan kom je weer terug op de homepagina van Muziektools.nl. Ik heb nu over dit plaatje uh, muziektools.nl een klein knopje heen gelegd. En ik heb dat knopje even verborgen, maar ik zal hem even aanzetten. Dus ik ga naar mijn CSS code en ik uh, zet voor mijn knopje, wat het ID test heeft. Display none even uit. En ik zal dan uh, mijn website even opnieuw laden. En je ziet dat er nu een roze blok over het logo heen zit. Dit roze blok heb ik aan klikbaar gemaakt. En als je daarop klikt, dan verschijnt er een pop-up schermpje of een soort boodschapje met de tekst je bent gehackt. Ik zal dus op klikken en je ziet je bent gehackt komt tevoorschijn. Nou, nu zullen mensen meteen zien dat dit niet klopt, zo'n roze blok waar je eigenlijk een logo verwacht, maar ik kan dit logo of dit roze blok kan ik helemaal ver, verbergen terwijl de functie wel actief blijft. En dat kan ik doen door de doorzichtigheid van dit blokje op maximaal te zetten, dus opacity op 1. Nou, ik zal voor mijn blok test de eigenschap opacity gebruiken. En die zal ik op 1 zetten. En ik zal dan mijn website nog even opnieuw gaan laden. En waarschijnlijk moet ik mijn blok even op 0 zetten in plaats van op 1. Dus Opacity 0. Nu klopt hij. Nu zie je dat er gewoon het logo tevoorschijn komt. En mijn website is dus helemaal zoals het origineel. Muziektools.nl Je ziet geen verschil. Alleen wanneer ik mensen uh, ertoe kan bewegen om naar deze website te gaan. En Steef hoorde ik... Uh, Verstuur een aantal spammails en ik doe mij voor als de eigenaar van muziektools.nl. En ik zeg: Van joh, ga naar mijn website want ik heb wat leuks voor je. En ik heb een aantal knoppen bewerkt, zoals dit, dit logo. En men zal erop klikken, dan wordt dus het script uitgevoerd wat ik erachter heb gezet. Nou, in dit geval doet het script niks anders dan deze boodschap laten zien: Je bent gehackt. Je bent niet echt gehackt, dit is gewoon een boodschapje te testen. Maar je kunt je voorstellen dat ik uh, ja, willekeurig wat voor script ik ook wil hierachter kan zetten. Dus ook hele kwaadige scripts die echt web, of, uh, mensen kunnen gaan hacken. En dat is het gevaar van uh, het laden van websites en iframes. Wanneer iemand uh, kwaadwillend is en jouw website op dezelfde manier in een iframe laat. En dus een website maakt die exact lijkt op jouw website. En daar bezoek naartoe kan krijgen en mensen laat klikken. Ja, dan kunnen mensen dus gehackt worden. En ze worden dan niet gehackt op jouw eigen site, want mijn eigen site die is verder schoon. Maar als mensen op een gelijkende site komen die echt sprekend op jou lijkt, waar wel rottigheid op zit, zoals hier, ja, dan kun je echt een slechte naam krijgen, want mensen denken wel dat ze via jouw website gehackt zijn. Daarom is het verstandig om de security header X-Frame Options te gebruiken, waarmee je kunt aangeven dat jouw website niet in een iframe geladen kan worden. Dan kunnen bezoekers van je website dus ook niet het slachtoffer worden van dit, uh, dit soort aanvallen. Waarmee dus hackers jouw website laden een iframe, bepaalde knoppen uh, voorzien van een kwaadere script, script, en daarmee uh, bezoekers van jouw website proberen te hacken.